wil ik graag jullie meenemen door het programma. Heel kort, we gaan het eerste half uur gaan we het hebben over die relatie tussen corona en leefstijl. En dan vooral met aandacht voor obesitas. Dan hebben we een kort intermezzo en in de tweede helft verbreden we die discussie wat meer naar wat wij dan noemen universele preventie. En ik zou graag het woord geven aan Ruben Wenselaar om in te leiden. Ja, van harte welkom allemaal. Ik doe dat op een iPad, dus ik heb geen handje en ik zie dan een paar mensen in het scherm. Maar dat is oké. Als iemand praat, dan zien we het in het scherm. Dus dat komt goed. Fijn dat jullie je hierop aanhaken. Voor ons ook even nu om dat op deze manier te doen. We hebben al eerder een soort vergelijkbare sessie gehad. Maar dat was nog gewoon op kantoor, in een zaaltje, allemaal bij elkaar. Maar die tijd is even voorbij. Dus we hebben gezegd, we willen dat toch doorzetten. Dus doen we dat op deze manier. De reden waarom we dat doen, hè, preventie is een thema waarvan wij zagen dat dat steeds belangrijker werd, gelukkig. Hè, want wij adopteren dat ook als zorgverzekeraar. Wij vinden dat iedereen die een positie heeft, een verantwoordelijke positie heeft in de zorg, veel aandacht voor preventie moet hebben vanuit zijn of haar rol. Dus wij ook als zorgverzekeraar, dat proberen we ook echt waar te maken. Dat is even een beetje naar de achtergrond gegaan vanwege natuurlijk de COVID-crisis. En dat is ook logisch, hè? We hebben hele andere prioriteiten. Dan gaat het echt weer om primaire zorg. En tegelijkertijd, dat is natuurlijk wat we zien en wat we ook horen en lezen, zien we dat vooral ook mensen, of vaak mensen met een aantal leefstijlgerelateerde aandoeningen, meer risico lopen bij COVID. Hè? Dus daar komt je wel weer in terug. En we zeiden, ja, we gaan dit thema toch wel oppakken. Hè? En in het vertrouwen en ook al in de hoop dat preventie misschien nog wel meer op de agenda moet en zal komen na deze periode. En laten we daar het gesprek maar met elkaar over aangaan. De bedoeling is, hè, Juri kondigt dat aan, we doen dat in een uur. Er komt dadelijk een inleiding, maar toch dat we een dialoog hebben met 18 of 20 mensen. Nou, dat gaan we dan toch ook proberen. Dus ik hou het ook kort. Hè? En voor mij betekent dat ik nu gewoon Elisabeth Verossen als echt deskundige aankondig om een inleiding voor ons te houden. Elisabeth. Ja, mooie inleiding. Dankjewel Ruben. Welkom allemaal en bedankt dat ik hier even een inleiding mag geven. En dat we met z'n allen het hele probleem van preventie, behandeling ook in deze tijden van corona met elkaar kunnen gaan bespreken. Wat we nu natuurlijk op dit moment eigenlijk constateren is dat er sprake is van twee pandemieën. Enerzijds een acute pandemie, een virus wat rondwaart. En een pandemie van obesitas, een welvaartsziekte. Die twee die botsen en die bijten elkaar ook. Ze lijken elkaar te versterken. In Nederland is het zo op dit moment dat zo'n ruim 50% van de volwassenen overgewicht heeft. 15% zelfs obesitas. Nou, wat hebben we nou de laatste tijd gezien? Bijvoorbeeld de intensive cares in Nederland ook. Daar zagen we eigenlijk van de mensen die een corona-infectie hadden dat driekwart overgewicht had. Ruim driekwart. En deels zelfs obesitas. En dus dat was een indrukwekkend beeld. Dus dat is ruim meer dan we in de bevolking zien. Tegelijkertijd moeten we daarbij natuurlijk ook constateren dat er een deel van de mensen geen obesitas had of overgewicht op de IC. Dus dat lijkt een andere groep te zijn. Het is wel belangrijk dat ze dat met elkaar vaststellen. Maar hoe zit het nou dat mensen, waarom krijgen nou mensen met obesitas een ernstige beloop van een corona-infectie? Nou, het heeft met een aantal dingen te maken. Oorspronkelijk werd meteen gedacht van, nou, dat zal te maken hebben met het feit dat de mensen diabetes hebben, hart- en vaatziekten. Dat maakt ze kwetsbaarder. Maar ook beperkingen in de longfunctie, waar het coronavirus natuurlijk op aangrijpt ook. Ook weten we dat mensen met obesitas vaker trombose ook krijgen. Verandering in de stollingsfactoren. En dat zien we ook weer bij corona. Die twee dingen, misschien hangt dat ook nog wel weer samen. In ieder geval zien we een aantal dingen die daarin overlappen. Maar belangrijk is ook om te weten dat mensen die obesitas hebben, dat die een veranderd immuunsysteem hebben. Dat immuunsysteem werkt minder goed. Dat heeft enerzijds te maken met name met te veel buikvet. Op het moment dat mensen heel veel buikvet hebben, dan worden daar onder andere ontstekingsstofjes ingemaakt. Die geven een belasting chronisch van het immuunsysteem. Dat staat chronisch te hard aan. Dat betekent dat op het moment dat er dan een virus of ook een bacterie, trouwens, als dat langskomt, dat immuunsysteem niet meer zo goed kan reageren. Daarnaast is het zo dat normaal gesproken na een paar dagen zal een volgende laag in je immuunsysteem zal antistoffen gaan aanmaken en zich echt richten op dat virus. En ook daarvan weten we dat bij obesitas dat niet zo goed werkt. Overigens is het ook zo, dat hebben we bij andere pandemieën gezien, bij influenza A bijvoorbeeld, dat ook dat daar ook een ernstige beloop is bij obesitas. Hè? Dat ook het immuunsysteem het daar niet goed doet, maar ook dat bijvoorbeeld vaccins het bij mensen met obesitas ook minder goed doen, omdat die antistoffen moeilijker worden aangemaakt. Dus dat is ook nog iets voor in het achterhoofd. Dat weten we natuurlijk bij corona nog niet, want we hebben ook nog geen vaccin.
En tot slot zijn er ook nog een aantal corona-specifieke dingen waarom mensen met obesitas een ernstiger beloop kunnen hebben. Onder andere het poortje, zeg maar, wat op een cel zit, wat het virus binnenhaalt. Dat zit niet alleen in longcellen, blijkt ook op vetcellen te zitten. Dus misschien is dat een soort van reservoir waar dat virus ook in gehuisvest wordt. Nou, er wordt allemaal nog onderzoek op gedaan, maar met elkaar kunnen we wel constateren dat er een duidelijke relatie is tussen obesitas, een andere welvaartsziekte en een ernstiger beloop van corona. Ik wil benadrukken dat dit niet een kwestie is van eigen schuld, dikke bult. Want als we het hebben over obesitas, dan zijn er een heleboel maatschappelijke factoren en ook een heleboel biologische factoren die meespelen. En om het maatschappelijke met elkaar te bespreken en ook voortbedurend op wat Ruben er straks zei over preventie, wil ik u eerst even meenemen in wat biologische factoren en dan gaan we daarna even uitzoomen op een maatschappelijk stukje. Want dat hangt meer met elkaar samen dan je soms denkt. En dan wil ik vragen eventjes om naar de eerste dia te gaan. Hier zien we Karen. Karen is al obese vanaf de kinderleeftijd. Ze had altijd honger, at heel erg veel. En ze is echt wel zorgelijk te dik, al heel jong. Nou zou ik even aan jullie willen vragen eigenlijk om diegenen die dit plaatje nog niet eerder hebben gezien, om eens even misschien via de chatfunctie bijvoorbeeld te reageren. Wie is hier nou verantwoordelijk voor? Zijn dit de ouders? Is het Karin zelf? Misschien de school of de crash? De maatschappij? Biologisch? Zijn er bepaalde... Wie is hier hoofdverantwoordelijk dat zij op zo'n jonge leeftijd al zo ernstig te dik is? Even kijken of ik via de chatfunctie wat kan zien. Zou je via de chatfunctie wat willen roepen? Het hoeft niet... Gewoon het eerste wat in je opkomt. Het hoeft niet met hele argumentaties erbij, maar... Nou, dat wordt spannend volgens mij, als ik het zo hoor. Doodse stilte. Nee hoor, ik zie wat binnenkomen op de chat. Ik zie overheid en ouders, grootouders staan er ook bij. Hè. Die kunnen natuurlijk lekker verwennen. Dan zie ik iemand anders die zegt de genen en ouders. Andere genen, de andere nurture en nature. Niet de zorgverzekeraar? Ik heb nog geen zorgverzekeraar langs zien komen in de chat. ik wil graag de volgende dia erbij vragen, want dat werpt misschien wat meer licht. En ik wil vragen, verandert jullie gedachten nu? Wat we hier zien is het gezin van Karin. Hier zie je dat haar zusje een volkomen normaal gewicht heeft en dat die ouders eigenlijk ook niet last hebben van een ernstige obesitas. Nou, wat je hier ziet is dat de mensen hier zeiden de genen. Ja, bij haar zit het inderdaad in de genen. Zij heeft inderdaad een foutje in de genen. Haar leptine-receptor die doet het niet, die is kapot. Betekent dat zij geen verzadigingsgevoel heeft en altijd maar dooreet en ook haar verbranding is verlaagd. En ja, dan word je zo jong al obese. Nou, dat is niet iets waarvan ik nu met dit verhaal wil gaan inzoomen. Overigens is het wel zo dat dit bestaat, massaal wordt gemist en dat het wel goed is omdat dat vooral ook artsen daar meer alert op zijn. We hebben net vorige week een artikel gepubliceerd waarin we laten zien dat mensen die al zo jong obesitas hebben, dat op de kinderleeftijd en zich melden bij een gespecialiseerde obesitaskliniek, dat 1 op de 5 wel degelijk een medische oorzaak heeft om zo jong al te dik te zijn. Dus dat is even voor in het achterhoofd. Maar er is eigenlijk en er zijn ook behandelingen tegenwoordig voor die we kunnen geven. Dat is niet de reden dat ik het wil laten zien. Waarom ik het wel wilde laten zien, is om te illustreren dat we in ons lichaam zoiets hebben als een hongerhormoonsysteem wat ons beïnvloedt hoeveel en wat we eten. Wat ook maatschappelijk beïnvloed wordt, maar ook biologisch. Ik neem je heel even een stukje mee de biologie in en dan wil ik even vragen de volgende dia te laten zien. Wat we daar zien is dat op het moment, er is een moment dat je op een gegeven moment gaat eten. Hè, je krijgt op een gegeven moment honger. Dat heeft te maken met ook hormonale signalen die reageren bijvoorbeeld op de omgeving. Of op een geur of wat we zien. Of dat we gewoon behoefte hebben aan nieuwe energie. Nou, dan gaan we eten en op een gegeven moment stoppen we met eten. En dat is niet zozeer omdat je maag vol is, maar dat heeft met name te maken, tenminste dat is een stukje, maar het heeft met name te maken dat als die voedingsstoffen in je maag-darmkanaal terechtkomen, dan komen er signalen vanuit je darmen en uit je vetweefsel die naar je brein gaan en dan zeggen, nu zit ik vol. Dat is een heel belangrijk mechanisme om te beseffen dat dat bestaat. Want dat is belangrijk dat het intact is. Want als dat het niet doet, dan eten we door en door en door, net als Karin. Dan stop je niet met eten. Toch is het zo dat soms zitten we met dit mechanisme vol. Die hormonen die naar het brein signaleren, die doen het goed.
Denk aan bijvoorbeeld een kerstdiner waarbij je 3, 4, 5 gangen hebt. En toch kan je daar soms nog wel doorheen eten. Ondanks dat je vol gevoel hebt, kan je daar doorheen eten. En dan als we op de volgende dia zien, dan is dat vaak alleen maar als het iets is wat heel erg lekker is. Hè, bijvoorbeeld zo'n toetje, dat past er nog bij. Dat gaat via een ander mechanisme. Dat gaat via het beloningssysteem in de hersenen. Dat heeft weer met andere stofjes in de hersenen te maken. Dus dat geeft een gevoel van beloning. Dat is vaak ook een beetje aangeleerd gedrag. Hè, wat je van jongs af aan al kan leren. Dat je jezelf kan troosten met lekker eten. Dat geeft een heerlijk signaal aan de hersenen. En dat bepaalt voor een groot deel ook mede onze voedselkeuze. Nou is het zo dat we het goede nieuws is. Aan de ene kant, dit kan kapot zijn, dit systeem. Bijvoorbeeld als mensen allemaal crash-diëten hebben gedaan, dan doet je hongerhormoonsysteem het niet meer goed. Hè? Dan doen die verzadigingshormonen gaan pas veel later. Maar ook bij mensen met obesitas doet dat systeem het niet meer goed. Hè? Die mensen worden bijvoorbeeld leptine-receptor-resistent. Mensen kennen vaak insulineresistentie. Hè? Dat leidt tot diabetes, type 2-diabetes uiteindelijk. Maar ook dat signaaltje in de hersenen wat normaal ontvangt dat je stopt met eten, dat doet het niet meer goed. Nou, een heleboel hormonen uit dat vet, daar zit een disbalans in. Dat is ook, dat maakt dat obesitas een ziekte is. Omdat het systeem van binnen veranderd is. En ook je stofwisseling wordt anders aangestuurd. Dat toont waarom preventie ook zo extreem belangrijk is. Je moet voorkomen dat je te dik wordt. Want als je eenmaal te dik bent, zit je in een hele andere situatie. Met name bij echt obesitas. Maar toch is het ook, er zit ook goed nieuws aan. Je kan daar dingen ook zelf aan beïnvloeden. Maar laten we eens even kijken hoe wij zelf ook dit kunnen beïnvloeden. En dan gaan we even met de volgende dia. Gaan we even een testje doen. En dan wil ik graag dat jullie allemaal eventjes. Nee, dat is niet de goede dia. Ik wil er even eentje. Ja, ja. Ik zou even willen vragen of jullie allemaal, ik hoop dat je hem groot in beeld hebben, even allemaal goed naar deze donuts willen kijken. En als je niet van donuts houdt, dan kan je ook grote bruine bonbons, praliné bonbons in je hoofd nemen. En stel je voor, deze bonbons, ze zijn net vers gebakken. Ze liggen hier en kies er even eentje uit. Misschien met chocola of eentje met spikkeltjes. En stel je nu voor dat je op dit moment één in je hand hebt. Hij is nog een beetje warm, hij is heel zacht en klef. En dat je op dit moment een hapje neemt ervan. En dat je het zo langzaam in je mond, en je proeft dat die volle, zoete, vettige smaak in je mond. En je kauwt daar een beetje op. Nou ja, dit is precies wat er kan gebeuren, tenzij je net een heel grondig ontbijt op hebt. Maar als je dat net nog niet op hebt, en dit is eigenlijk, je zou dat nog moeten nemen, wat er nu gebeurt in je lichaam, er worden hoe dan ook, gaan er hormonale reacties optreden. Je hongerhormonen worden aangemaakt. Onder andere ook gaat je insuline omhoog. Dat betekent dat je bloedsuiker omlaag gaat. En je krijgt trek in iets zoets. En ook al weet je dan dat nu een salade nemen of iets anders, iets gezonds nemen, beter zou zijn, als je lichaam al voorgeprogrammeerd raakt om zoiets zoets te nemen, dan ga je dat doen. Dat is sterker soms dan je wil. En wat hierbij belangrijk is, is om te beseffen een aantal dingen. We hebben per dag maken wij als mens iets van ruim 200 voedselkeuzes, waarvan 90% onbewust is. En deels bewust, dan zeg je, oké, ik ga nu even een bewuste, gezonde voedselkeuze maken. Maar ruim de meerderheid van alle voedselkeuzes is onbewust. Nou, in wat voor maatschappij leven we op dit moment? Dat is natuurlijk een hele obesogene omgeving, met name ook qua voedsel. Als wij een trein nemen, wat we in deze periode natuurlijk wat minder doen, maar als je zo op Centraal Station komt, overal om je heen zien we of posters hiervan, of we ruiken de geur. We zien de beelden van dit soort donuts of andere fastfood. Dat doet ons iets met ons lichaam, met ons brein. En wij maken daardoor onbewust andere voedselkeuzes. Ja, daar kan je nog heel erg bewust tegenin, maar dat kost heel veel moeite. En omdat de meerderheid van de keuze onbewust is, zijn mensen vaak geneigd dan voor die makkelijke, ongezonde keuze te kiezen. Dus wat hieruit blijkt, is dat je een stukje individueel hebt, een stukje biologie, maar ook heel erg invloed op ons systeem van die hele maatschappij. Nou, dat is één element waar we als maatschappij veel meer aan zouden kunnen doen, door bijvoorbeeld de voedselomgeving natuurlijk veel gezonder te maken. Nou, als we dan nog eventjes uitzoomen en dan kijken naar het probleem van obesitas. We willen vaak natuurlijk met leefstijl, gezonde leefstijl, is heel erg belangrijk. Gezond eten, genoeg bewegen, is belangrijk om een gezond gewicht te behouden. Ook als je eenmaal obesitas hebt, blijft een gezonde leefstijl essentieel. En toch zijn er heel veel redenen waarom
gezonde leefstijl uiteindelijk niet voldoende lukt om op een gezond gewicht te komen. Nou, met wat voor factoren hangt dat nou samen? Nou, dan wil ik even nog het volgende plaatje laten zien. We hebben net gezien, we zien daar een heleboel factoren in. In het midden staat obesitas. We zien linksboven, links helemaal zien we die gezonde leefstijl. Dat willen we bereiken met z'n allen, zodat allerlei welvaartsziekten en ook obesitas dat veel minder voorkomt. Nou, de helft van je gewicht zit al bepaald in de genen. Sommigen hebben dus een extreme aanleg, zoals we net bij Karin zagen. Daarnaast hebben we natuurlijk die hongerhormonen die een rol spelen. Die kan je dus verstoren, onder andere met een crash dieet, maar ook op het moment dat je eenmaal obese bent, zijn die verstoord. Met onze psyche, helemaal rechts in beeld, met ons brein, kunnen ook die hongerhormonen beïnvloeden door het zien of ook alleen al aan denken aan bepaald voedsel. Is ook meteen een aangrijpingspunt, want daardoor werkt leefstijlcoaching soms heel goed. Voedselkennis hebben is vaak niet genoeg, maar voedsel, echt leefstijlgewoontes en gedrag veranderen en gewoontes ontkoppelen, dat is heel effectief om op een gezonde leefstijl te komen. Vooral ook omdat je je systeem ermee kan beïnvloeden. Daarnaast, daaronder zien we staan medicijnen. Nou is het zo dat een heleboel mensen in Nederland medicijnen gebruiken met een potentieel gewichtsverhogende werking. Wij zagen hier in het Erasmus MC, in het Centrum Gezond Gewicht, zagen we dat de helft van de mensen met obesitas die zich melden één of meer medicamenten gebruikten met een gewichtsverhogende werking. En van sommige middelen is dat heel bekend. Denk aan bijvoorbeeld antidepressiva, antiepileptica, antidiabetesmiddelen. Daar weten we van dat het gewicht fors omhoog gaat. Maar er zijn ook wat minder bekende middelen, bepaalde antihoge bloeddrukmiddelen, bepaalde corticosteroïden, ook soms wat lokaal gebruikte middelen. Denk aan een injectie in je gewricht omdat je pijn aan de knieën hebt. En sommige van die middelen worden echt heel erg veel gebruikt in Nederland. Corticosteroïden worden door 6 miljoen mensen per jaar, of 6 miljoen recepten geloof ik per jaar, worden daarvan uitgeschreven. Dat is niet een te verwaarlozen cijfer hoeveel mensen dit soort middelen gebruiken. En dat kan in de weg staan dat als je een gezonde leefstijl doet, dat uiteindelijk niet leidt tot een gezond gewicht. Nou, als we doorgaan met het plaatje, dan zien we rechts beneden zien we bruin vet staan. Bruin vet is eigenlijk je goede vet. Dat bepaalt mede hoe je verbranding is. Dat zet calorieën om in warmte. Hoe meer je daarvan hebt, hoe beter. Dat kan je ook stimuleren door bijvoorbeeld in de kou te gaan. Nou, op dit moment zijn de sportscholen gesloten. Mogen per 1 juli waarschijnlijk wel weer open. Maar goed, op dit moment zijn ze toch gesloten. Maar als je in de kou gaat sporten, dan is dat eigenlijk nog beter dan in een warme binnenruimte, omdat je je verbranding nog een extra zetje geeft. Dus dat is eigenlijk ook heel goed. Maar sommigen hebben van aanleg daar heel weinig van. Daarnaast is de eetcultuur waarin we leven. Sommigen leven in een cultuur waar bepaalde voedingsgewoontes zijn die heel moeilijk te veranderen zijn. En dat bepaalt ook wel weer voor een deel je gewicht. Je darmflora bepaalt mede je gewicht. Dat kan je ook wel weer goed verstoren door bijvoorbeeld antibiotica gebruik, wat heel veel gebeurt. Dan hebben we ook slaap is heel belangrijk voor je gewicht. Vooral als je een tekort hebt aan slaap, dan zie je dat die hongerhormonen omhoog gaan. Je stofwisseling wordt negatief beïnvloed. Ook niet goed voor je gewicht. En tot slot een van de factoren, er zijn natuurlijk nog veel meer, maar ik noem wat hoofdfactoren, is ook in deze maatschappij dat heel veel mensen onder chronische spanning en chronische stress leven. Nou, we weten dat wat doet chronische stress met je lichaam. Dan maak je ook weer een stresshormoon aan, onder andere cortisol. Wat doet cortisol in je lichaam? Dat zorgt ten eerste voor buikvet. En buikvet is eigenlijk precies het vet wat je niet wil hebben, omdat dat omdat dat onder andere die ontstekingsstofjes geeft en ook die hormonale veranderingen geeft, die leidt tot diabetes, maar ook tot dat verminderde immuunsysteem, ook heel belangrijk in deze tijden. Maar wat dat stresshormoon ook doet, is dat het ook je voedselkeus weer beïnvloedt. Het zorgt voor trek in hoogcalorische voeding. Het zorgt specifiek voor snacktrek. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Dus wil iemand op een gezonde leefstijl komen, moet je ook aan die stress wat doen. Moet je aan die slaap wat doen. Moet je die medicijnen bijstellen. Nou, kortom, je kan heel veel effectiever zijn op leefstijl als je goed bij een individu oog houdt voor al die factoren. Nou, dat is biologische individu. Nou wil ik even helemaal uitzoomen naar de maatschappij en het een stapje tot een uitgezoomd niveau tillen. Nou, wat doen we nu aan preventie? Volgende dia. Daar zien we natuurlijk, we hebben het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis. En wat doen we daar? Gezonde leefomgeving, gezonde scholen, meer beweging, meer onderwijs over leefstijl en obesitas aan artsen op scholen. Wat we nog niet zo aanpakken zijn die hormoonverstorende stoffen in onze omgeving. Maar op preventie moet er veel gebeuren. Gebeurt al iets, mooie eerste stap. Maar zou veel meer maatregelen getroffen zouden moeten worden om echt effectief te zijn. Dus ik denk dat we daar goed in de discussie verder over kunnen. Maar dan hebben we over preventie. Dat is eigenlijk
op het moment dat iemand een normaal gewicht heeft of ligt overgewicht, om te voorkomen dat iemand echt obesitas krijgt. Hè? Dan heb je over een body mass index van 30. Nou, als we iets meer naar rechts kijken, dan zit je bij een body mass index van 30. Heb je het over de zorg? Dan heb je het dus over dat het lichaam al verstoord is. Nou, wat hebben we dan voor therapieën? Nou, tot vorig jaar hadden we eigenlijk alleen maar één soort therapie. En dat was de bariatrische chirurgie. Dus letterlijk, als daartussenin hadden we tot 2019 hadden we eigenlijk niks. Op het moment dat iemand een BMI had van 39 zonder bijkomende ziekte, dan konden wij als dokter in de spreekkamer eigenlijk alleen maar zeggen, nou, eet u een paar kilo door, want dan is er vergoede zorg, want dan kan u geopereerd worden en dat is de enige oplossing op dit moment voor uw gewicht. Natuurlijk is gezonde leefstijl ook voor deze groep heel belangrijk. Net zo goed als het voor die preventieve groep extreem belangrijk is, want daar kan je heel veel mee voorkomen. Ook bij de zorg is het heel erg belangrijk. Een deel van de mensen kan je daar ook een stuk gezonder mee maken, met name als er bijvoorbeeld sprake is van diabetes. Maar als er alleen obesitas is en iemand is extreem te dik, dan is dat vaak onvoldoende. Wat kan wel, als je met een gecombineerde leefstijl, echt een langdurig traject met die begeleiding en die coaching, op al die integrale, al die holistische elementen, nou, die hebben sinds vorig jaar natuurlijk in het basispakket, de GLI, de gecombineerde leefstijlinterventie. Dus die is erbij gekomen. Die kunnen we op het plaatje laten zien. En het laatste stukje wat erbij is gekomen is, en dat ontbreekt nog qua vergoedingen, maar dat zit wel nu, sinds vorig jaar is dat beschikbaar in Nederland, is de farmacotherapie voor obesitas. Want voor die mensen die obesitas hebben en die met een volledig gezonde leefstijl nog niet verlagen op een gezond gewicht komen, dan kan je daar nog een paar procent extra gewichtsafname en al die metabole verstoringen verbeteren door farmacotherapie. Dat zijn dingen die we aan de behandelkant kunnen doen. Nou, hoe kunnen we nou met z'n allen het probleem van obesitas gaan oplossen in Nederland? Dat is enerzijds door veel meer op de preventie in te steken, hardere maatregelen. Nou, daar kunnen we het zo meteen wel over hebben. Dat is één ding wat moet gebeuren. En tegelijkertijd, hè, dus de kraan moet dicht, preventie. En tegelijkertijd moeten we veel beter dweilen. De behandeling moet ook beter. Die moeten we veel massaler inzetten. Gecombineerde leefstijlinterventie, farmacotherapie, bariatrie, om de mensen die het hebben beter te behandelen. En daarmee hebben we vervolgpreventie. Voorkomen we namelijk dat mensen diabetes, hart- en vaatziekten, al die vormen van kanker die obesitas gerelateerd zijn, depressie, gewrichtsklachten, immuunstoornissen, kortom, preventie van een heleboel andere ziekten door obesitas veel beter aan te pakken. Dus op deze manier, preventie en behandeling, kunnen we echte getallen in Nederland omlaag gaan halen. Dankjewel, Liesbeth. Ja, heel mooi. Een goed verhaal. Interessant ook. Helemaal niet erg dat we daar natuurlijk even goed de tijd voor nemen ook. En als we dan nu nog even verder gaan over het dweilen en nog niet zozeer over de kraan sluiten, is het misschien goed. Ik zie nog geen handjes, maar ik ben wel eens benieuwd hoe Mirjam van het Veld, jij bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Herken jij dit verhaal over de behandelingen? Zie je dat terug in de zorgketen, binnen het ziekenhuis? Heb je daar een reactie op? Wij herkennen dat zeker in ons ziekenhuis. En Liesbeth en ik hebben elkaar er ook frequent over gesproken. Wij hebben niet voor niks als drie speerpunten voeding, bewegen en slaap. Waarbij we veel meer willen inzetten op de preventieve kant. Hè? Dus mijn droom, zeg ik altijd, is niet dat we een ziekenhuis zijn, maar een gezondheidshuis worden. Want ik denk dat we daar echt naartoe moeten. En zeker ook nu in relatie met COVID, waar Liesbeth ook over sprak, is het misschien nog wel belangrijker om te kijken wat we... Want we hebben het hier heel erg ook over primaire preventie. Maar ik denk juist ook op het moment dat mensen in een ziekenhuis komen, soms al met klachten. Natuurlijk willen we het liefste dat we aan de voorkant het voorkomen. Maar we hebben nu eenmaal een hele grote groep die al klachten hebben. Ik noem het maar even de Big Five van gezondheidsproblemen in Nederland. En de kunst is ook, denk ik, in relatie tot COVID, om die mensen ook te gaan begeleiden in een gezondere leefstijl. Dus ik zie nu ook dat wij ook aan het nadenken zijn. En ik ben benieuwd wat Liesbeth daar ook van vindt. Zou je niet naar een soort leefstijlpoli moeten, waarbij je de grootste risicogroepen actief gaat benaderen? Ik zie dat wij dat nu al doen in de nazorg van COVID. Hè. Wij hadden al een nazorg IC-poli. Wij doen dat nu met de mensen die niet op de IC hebben gelegen, wel in het ziekenhuis en die nog steeds een risico hebben als ze eenmaal ontslagen zijn. Die bellen we actief en dan geven we ze een COVID-advies en dan fit met FIT. Daar hebben we nu een COVID-poli voor, waarbij ze gewoon een op maat gemaakt advies krijgen. Met bewegen, dat kan voeding zijn, dat kan ook slaap zijn. En dan gaan ze gewoon terug naar de eerste lijn.
Dat kan naar een diëtist zijn, dat kan, hopen we straks, ook weer naar sportschool zijn. Of dat kan naar fysiotherapie of revalidatie zijn. En wij spelen nu met de gedachte, zou het niet mooi zijn als we nu veel actiever patiënten waarvan we weten dat ze al in de risicocategorie vallen, als we die gaan benaderen voor zo'n op maat gemaakt advies en een leefstijlpolie, om te voorkomen dat we straks met de tweede piek nog veel meer ziekte krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe het gezelschap en Liesbeth daar ook over denken, of we daar eens met elkaar op zouden kunnen studeren. Mag ik bijvoorbeeld voor de Liesbeth, voordat je daarop reageert, aanwezig is ook Joost Klaassen. Hij is HPB-chirurg in UMCG in Groningen. En ik begrijp dat jij ook al op andere manieren aan het kijken bent, hè, naar dat behandeltraject. Hoe reageer je erop? Is dat inderdaad een optie, een leefstijlpoli, een preventiepoli? De microfoon mag aan. Nou, maar misschien dan toch reactie eerst van Liesbeth. Ja, ik ben het heel erg met Mirjam eens. Ik denk wat we vaak zien in de zorg is dat we, en dat laat een heleboel studies zien, ook bij de Care Diabetes On-programma's bijvoorbeeld, hoe je met leefstijl ook heel goed bepaalde ziektes echt curatief kan behandelen. En dat geldt voor heel veel andere ziektes ook. En ik zie dat we hier zeker ook in het Erasmus MC, dat we eigenlijk gewoon de stap leefstijl overslaan. Het is een onderdeel van het behandelpalet. Tuurlijk los je niet altijd alles ermee op. Maar wat nu de reactie is als hier iemand binnenkomt met heel erg duidelijk leefstijlgerelateerd ziekte. Bijvoorbeeld iemand wordt elke keer weer gedotterd. Dan wordt iemand eigenlijk het stukje leefstijl wordt soms dan overgeslagen. Want waar stuur je iemand heen? En ik moet heel eerlijk zeggen dat we al maanden bezig zijn met een leefstijlpoli, ook in het Erasmus MC. Dat loopt heel lastig, omdat het toch allemaal in de vergoedingen niet lukt om daar met vergoedingen dat goed te organiseren. En even een receptje schrijven voor een cholesterolverlaging of wat insuline of medicatie is voor de arts bekend terrein. Zo gebeurt. Daar is een vergoedingssysteem voor. Maar leefstijl is ingewikkeld, moeizaam, waar dan heen? En die leefstijlpoli, dat zou een hele mooie zijn, omdat je daar vanuit alle disciplines, cardiologie, vasculaire geneeskunde, allerlei andere disciplines, zouden op kunnen draineren. Waarbij je soms een combinatie kan maken tussen medicatie en leefstijl, of medicatie afbouwen en helemaal met leefstijl, of zelfs helemaal met leefstijl, heel veel goed zou kunnen doen aan de ziekte. En gewoon dat als element, als onderdeel van behandeling, actief meenemen. Dus beter dweilen en de kraan simultaan dichtdraaien. Ik zie dat er inmiddels een handje is verschenen van Hanneke Molema van TNO en Lifestyle for Health. Ja. Goedemorgen. Ik wilde even aanvullen op het stuk, want wat ik wel interessant vind aan de leefstijlpoli is dat ik er ergens ook wel een risico soms in vind zitten. En dat past erg bij wat Liesbeth net zei, is dat het in alle verschillende ziektebeelden vaak nog veel te weinig erkend wordt. En ook zowel hoe leef je, hoe kan dat bijdragen aan je gezondheid en aan je ziekte, en hoe kan het ook bijdragen aan eventueel je behandeling. Dat ik, als je het afzondert in een aparte poli, dat je eigenlijk het niet betrekt in alle reguliere behandelingen of waar het eigenlijk thuis wordt. En ik zou het een integraal onderdeel willen maken van opleidingen en straks ook van behandelingen, waarbij ik niet denk dat iedere dokter een patiënt moet gaan begeleiden in leefstijl, maar wel het in de diagnose mee zou moeten nemen in het behandeladvies. En waar dan vervolgens de uitvoering ligt, zeg maar, hoe je dat doet, is denk ik elders, veel zelfs misschien wel buiten het ziekenhuis en gewoon het liefst thuis. Maar het zou voor mij, en als wij zien, als wij kijken naar het metabool syndroom, dat vaak een rol speelt, zouden we veel meer in diagnoses moeten gaan kijken. Hoe veerkrachtig is het lichaam van mensen? Wat betekent dat voor het ziektebeloop? Wat is adequaat behandeladvies, ook in relatie tot leefstijl? En ik ben ook wel benieuwd of Tamara daar ook iets op kan reageren. Tamara de Weijer is huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Misschien ook in relatie tot de eerste lijn. Ja, ik was al mijn hand opsteken, maar ik weet niet of dat handje het doet. Dus nou, leuk dat je me even vraagt. Ik ben sowieso sinds gisteren voorzitter af. Dus ik ben vier jaar voorzitter geweest, maar ik heb net het slokje oog in, maar wel oprichter van Arts en Leefstijl en nog steeds bestuurslid. En ik denk dat wat Liesbeth zei, ook voor mij wel heel herkenbaar is. Ik ben zelf eens huisarts en je ziet dat het echt maar mondjesmaat, ik denk dat ongeveer 5% van de huisarts is bij ons aangesloten en doet dit al heel actief, ook leefstijl en voeding in de praktijk. Maar die financiering blijft wel een heikel punt. Hè? Dus heel veel mensen
die het toch doen. Die doen dat in hun eigen tijd, omdat ze het zo belangrijk vinden. Het kost ze vaak geld, zeker als je praktijkhouder bent. Maar dat is voor hen geen motivatie om het niet te doen. En daar ben ik wel heel benieuwd over hoe Mensis daarin staat. Maar goh, is het denkbaar dat, dat er iets wordt gestart met een ander financieringsmodel, hè, waarbij wij veel meer beloond worden voor gezondheid in plaats van ziekte? Want we hebben nu een volledig model, wat is gestoeld, hè, als een van jullie patiënten is bij mij, hoe zieker je bent, hoe vaker je komt, hoe meer geld ik krijg. Dat is voor mij een hele gekke, perverse prikkel. Dus ik ben heel benieuwd ook van hoe staat Mensis daarin? Ruben, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, natuurlijk kan ik er iets over zeggen. En dat dilemma zien wij natuurlijk in de praktijk ook. En ik denk dat we het met heel veel mensen heel erg eens zijn dat we de financiering, de bekostiging van de zorg in brede zin eigenlijk veel meer moeten richten naar de uitkomst voor de patiënt. En ook de ruimte daarin moeten ze zien om aan de voorkant in preventie fundamenteel dingen te doen. En dat de zorg en de medewerkers in de zorg eigenlijk moet belonen als dat effectief is en als dat niet leidt tot de behandeling, bewijzen van. Ja, dat zit fundamenteel nu niet in ons systeem. Daar zit echt fundamenteel de prikkel nog in. De behandeling wordt beloond, de medicijnverstrekker wordt beloond. En dat draaien, dat moet je op verschillende niveaus doen. Ik het liefste zeg ik dan meteen toe, nou, dat gaan we morgen dan allemaal betalen. Maar daar heb ik geen titel voor, dat kan ik ook helemaal niet verantwoorden. En tegelijkertijd voelen we wel de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dus wat wij bijvoorbeeld wel doen is rondom de GLI dat veel breder toepassen. Dus wij laten de GLI niet alleen vanuit die doelgroep die gedefinieerd is in de wet zeggen die mag er gebruik van maken. Wij verbreden de doelgroep. Wij laten dat met name ook op plekken waar wij veel verzekerden hebben zeggen nee, er komt een veel grotere groep voor een aanmerking. Dus daar proberen we het wel op te rekken. En we proberen die discussies wel degelijk te voeren, ook met goede initiatieven. En we durven ook wel een risico aan, zeg ik maar even, om met partijen die zeggen, nou, wij willen dat wel doen. En wij geloven er ook in dat als we daar nu op investeren, dat dat in kwaliteit van leven een opbrengst heeft, maar uiteindelijk ook tot minder zorg leidt. Ja, als je dat met elkaar kunt verbinden en over meerdere jaren, waarbij je als verschillende partijen ook echt instapt en zegt, nou, we gaan gezamenlijk dat risico aan. Ja, dan vind ik dat ook heel erg bespreekbaar. Los van het feit, maar dat is denk ik wat we met elkaar moeten doen. Veel meer op de landelijke agenda moeten zeggen, jongens, die prikkel, die financiële prikkel in die zorg, die moet echt anders. En ik hoop eigenlijk dat een positieve spin-off van de COVID-crisis is, dat daar ook meer ruimte voor ontstaat. Net zo goed als er meer ruimte ontstaat om dingen digitaal te doen in plaats van klassiek. Want dat merk je ook. Er zijn natuurlijk een aantal openingen nu die in de crisis komen, die ik ook terughoor vanuit die zorg, waarvan we zeggen, ja, laten we dan wel doorpakken versneld om dat veel beter te faciliteren. Dus ja, je mag mij aankijken. Ik vind dat ik daarop aanspreekbaar ben. Dat iedere keer goed moet kunnen uitleggen. Ik wil ook tot de grens gaan in wat wij kunnen. En tegelijkertijd realiseer ik me dat het een lange weg is om dat hele patroon te draaien. En in dat stukje ruimte wat er misschien meer nodig is, ben ik wel benieuwd ook naar de kijk van VWS hierop bijvoorbeeld. Ik weet dat Luc Hagenaars is senior beleidsmedewerker bij VWS. Jij zit hier ook in de call als het goed is. Kan jij iets zeggen over wat de afgelopen periode heeft gedaan binnen het ministerie met de visie op preventie? Ik weet dat er al een preventieakkoord was er natuurlijk al. Zit daar versnelling in bij jullie? Wat is jullie kijk daar nu op? Nou, de laatste maanden was sowieso een behoorlijk chaotische periode natuurlijk. Voor iedereen, maar zeker voor VWS, waar al dat beleid maar ook uitgevoerd moest gaan worden rondom COVID. De laatste weken is er natuurlijk met de publicatie van een stuk vorige week wel weer extra aandacht gekomen voor leefstijl. Ik merk wel dat mensen ook wel voorzichtig zijn om leefstijl nu heel erg in het spoor van COVID te trekken. Juist om ook de waarschuwing die Lisbeth al aangaf te voorkomen, dat er een soort sentiment ontstaat dat het de schuld is van mensen met obesitas dat we nu in deze crisis zitten. Dus dat zeg maar politieke sentiment moet je wel heel erg goed in de gaten houden. Ik werk inderdaad bij VWS, maar ik ben ook onderzoeker naar de totstandkoming van met name preventiebeleid. En wat ik dan vanuit die wetenschappelijke literatuur wel weet, is dat preventiebeleid vaak hele grote veranderingen kan ondergaan als er in de bredere maatschappelijke context hele grote dingen veranderen. Een soort katalysator. Katalysator, window of opportunity wordt het dan genoemd. En vaak impliceert dat dan dat preventiebeleid eigenlijk
betrokken gaat worden bij andere publieke problemen als wat normaliter het geval was. En om dat even te vertalen, normaal was overig toch vooral een probleem wat mensen zagen omdat het niet goed is dat mensen obesitas hebben. En nu wordt het toch wat breder getrokken bij de economische en maatschappelijke structuur van Nederland. En dat biedt op zich denk ik wel kansen om echt stappen te gaan zetten nu. Ja. Waarbij je denk ik wel voor elkaar moet krijgen dat hetgeen je dan moet doen, dat dat ook heel specifiek wordt uitgewerkt. Dat dat niet te algemeen blijft, maar dat je echt vrij specifiek met je beleidsvoorstellen moet gaan komen om verandering door te zetten. Ja. En ik wil even aanhaken op iets wat je zei inderdaad over dat sentiment, hè, dat een beetje dat eigen schuld. En Lisbeth refereerde er ook al aan. En dat is misschien een mooi moment om een bruggetje te maken naar een collega van onszelf, Danielle Nijkamp, die in het preventieteam werkt voor ons en dus alles weet van leefkracht en ook op hoog niveau gesport heeft en dus ook alles weet van een gezonde leefstijl en fitheid en toch behoorlijk ziek is geworden van corona. Als jij dit zo hoort, kan je daar iets over zeggen, Danielle? Ik ben helaas niet obese, helaas. Ik heb geen obesitas, ik heb geen diabetes, ik heb geen vaatlijden en toch getroffen door het coronavirus begin maart. Ik denk misschien wel hier in de provincie Groningen een van de allereerste, waarbij het hele ziekteverloop was intens. Ondanks dat ik altijd sport heb gesport, goed eet, denk aan mijn leefstijl en nu nog steeds. En als ik dan kijk naar mijn werk bij Mensis, waar ik echt projectmanager ben voor preventie en waarin ik inzet voor de mensen met obesitas en dan met name de minima in de provincie Groningen, dan zie ik ook hoe belangrijk het is dat je een goede leefstijl hebt. En het heeft echt niet alleen maar te maken met allerlei ziektes of dat je dik bent, dun of kort of lang. Maar het heeft ook gewoon te maken, dat zie je, met een heel groot stuk van motivatie. Er zijn mensen die echt wel gemotiveerd zijn om te bewegen, maar die krijgen die pontjes er maar niet af. Dus we gaan ook met elkaar gaan we kijken in de provincie Groningen hoe dat ook het beste opgelost kan worden. Dat je en gemotiveerd bent, en een gezonde leefstijl, en dat waarschijnlijk, tenminste hopelijk, ook voort kan zetten binnen je gezin. Nou ja, nu ik natuurlijk zelf het hele traject heb doorgaan en ook heb gevoeld hoe het is om echt doodziek te zijn, geeft het mij nu nog meer stimulans om juist echt een voorloper van preventie te zijn. En ik hoop dat ook met jullie en met iedereen ook kunnen doen. En ik wil hier niet een heel betoog daarover houden, maar meer ook te laten zien dat iedereen kan overkomen, corona. En dat zeg ik ook aan de mensen om me heen die dan zeggen van, mij overkomt het niet en ik krijg het niet, maar iedereen kan het krijgen. Dus hou je zeker aan de maatregelen. Het is niet alleen maar wijzen inderdaad met je vinger, jij bent dik, dus jij kan het wel krijgen, maar gewoon iedereen kan het. Ja. En dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap voor iedereen in Nederland. Ja, dankjewel voor die persoonlijke boodschap en dat contrast wat dat geeft is ook belangrijk. Ik begrijp wel dat er een paar vragen inmiddels al binnen zijn gekomen. Ik wil eerst het woord geven aan Martijn van Winkelhof. Die heeft een vraag gesteld en ik zag dat daarna Mirjam ook nog iets wilde toevoegen. Ja, dankjewel. Dankjewel, Juri. Het is een vraag of een opmerking meer wat ik in de groep wil gooien. Als we het over gezondheid hebben en over gezond leven, gezondheid, gezond blijven, preventief, curatief, kijken we heel vaak naar het ministerie van VWS. Maar ik denk dat de bal voor gezond blijven niet alleen bij dat ministerie ligt, maar ik denk dat andere ministers hierin ook een verantwoordelijkheid en taak hebben. Denk maar eens aan gezondheidsvaardigheden in het onderwijs. Daar valt nog wat te ontwikkelen. Waar ook nog wat valt te ontwikkelen is te denken aan de btw-differentiatie voor gezond of ongezonde voeding of een vorm van een suikertax. En wat mij zelf ook opvalt is dat sociale partners, dus werkgevers, werknemers, het soms ook nog wel eens spannend vinden om elkaar aan te spreken of te inspireren op het vlak van healthy human capital. Dus dat is in ieder geval mijn observatie die ik graag zou willen delen. Dus, wat mij betreft kijken we niet alleen naar de minister van VWS, maar kijken we ook rijksbreed en ook naar de sociale partners. Ja,
En Mirjam, ik zag dat jij ook je handje opstak, letterlijk, fysiek. Ja, het ja. andere handje heb ik helaas niet. Nee, even nog een reactie ook over de opmerking van ja, politiek en preventie niet te veel ook aan COVID linken. Maar wat jullie collega van Mensis ook aangaf, tuurlijk, er zijn meer, hè, je ziet dat obesitas ook een extra risico is, maar er zijn ook gewoon mensen zonder enige voorgeschiedenis die ziek worden. En ik denk dat juist nu momentum is landelijk om mensen bewust te maken dat een goede uitgangspositie, een goede leefstijl ook helpt, ook als je besmet raakt, een betere uitgangspositie geeft. Dus ik zou juist tegen VWS willen zeggen, heb daar juist nu aandacht voor, want volgens mij is nu het momentum maatschappelijk om deze boodschap te brengen. En als je ziet, er zijn natuurlijk nu allerlei subsidierondes. En dat richt zich allemaal alleen maar weer op behandeling en vaccins. Maar richt je nou ook op de preventie? En ik ben het ook eens dat natuurlijk elke arts die een patiënt op zijn spreekuur krijgt, hier aandacht aan moet hebben, hier aandacht voor moet hebben. Dus het moet zeker niet alleen maar via een leefstijlpolie. Maar wil je het goed doen, die preventieve kant, dan is het langs de lijn van en medicatie en voeding en bewegen en slaap. En dan helpt het wel om na te denken over vormen waarin je geïntegreerd advies kan krijgen. Want dat gaat nooit bij die ene specialist die nou eenmaal gespecialiseerd is in een onderwerp. Dus dat wou ik nog eventjes aangeven. Ja, dankjewel daarvoor. En ik ben ook wel benieuwd als het dan gaat, is eerder ook al genoemd, hè, de GLI bijvoorbeeld, hè, die nu een tijdje al vergoed wordt. We weten dat er ook een paar barrières zijn geweest om ervoor te zorgen dat dat echt groot wordt uitgerold door heel het land. Een van de gemeentes waarin dat uitstekend gaat met heel veel energie is gemeente Arnhem. En bij ons is Manon Jansen. Zij is leefstijlcoach bij sportbedrijf Arnhem. Mag ik jou eens vragen, hè, als je dit ook aanhoort, wat is nou eigenlijk jullie geheim? En waarom lukt dat in Arnhem dan om dit echt groot te maken en aan te pakken en zo inderdaad ervoor te zorgen dat die kraan dicht gaat? Dankjewel. Ik ben inderdaad leefstijlcoach in Arnhem. En wat is het geheim? Ik denk niet dat het per se een geheim is. Het is meer dat wij al een aantal jaar bezig zijn hiermee. Dus ook voordat de GLI vergoed werd en in de basisverzekering kwam, waren wij in Arnhem al actief. Met verschillende partijen. Dus denk aan huisartsen, aan welzijnsorganisaties, maar ook vanuit de gemeente. De wijkteams die we in Arnhem hebben. En daar hebben we eigenlijk al het begin gemaakt. En vanuit daar hebben we ook de kans genomen om de glieven eruit te gaan rollen. En daarin merk je wel, als meerdere partijen daarin meewerken en samenwerken, dan begint dat balletje ook wel te rollen. Maar loop je daarbij tegen, we horen best wel vaak dat hete hangijzer is ook eerder wel benoemd, de financiering van preventie, van leefkracht en leefstijl. Loop je daar in de gemeente dan tegenaan of is dat bij jullie veel minder omvangrijk probleem? Dat is inderdaad wel waar het vaak op terugkomt. Maar wat wij in de gemeente Arnhem, waar we die samenwerking ook met de gemeente hebben gezocht, is niet alleen maar gezondheidsbeleid, maar dat dus breder trekken. Dus wat er eigenlijk wordt genoemd, we moeten niet alleen maar naar het ministerie van VWS kijken, maar breder. Zo hebben we dat in de gemeente ook wel gedaan. Niet alleen maar gezondheidsbeleid, maar ook participatie, werk en inkomen. Dus er echt verschillende facetten daarin meegenomen, die allemaal daar ook zijn aandeel, zijn inbreng in heeft. Dankjewel. Ik zie inmiddels weer een digitaal handje. Is verschenen van Eva de Groot. Volgens mij blog jij onder andere over leefstijl en ben je werkzaam bij Berenschot. Klopt, toch? Eva, wij kunnen jou niet horen. Misschien kan je je microfoon even opendraaien. Ik hoor nog geen Eva. Ja, volgens mij ben ik er nu. Ja, okay. Daar ben je. Goed, ja, ik ben inderdaad adviseur gezondheid en welzijn bij Berenschot. En daar schrijven we af en toe artikelen over. En ik vind het leuk om te horen van Luc, Martijn en dat... er gekeken wordt naar bredere groepen. En wat wij zien is dat er nu heel veel momentum is, omdat er vanuit die heel diverse groepen, vanuit de horeca en de cultuur, is er enorm belang bij dat gezondheid nu voorop staat en snel weer op orde is, om ook juist die andere sectoren weer hun gang te kunnen laten gaan.
En dat maakt dat er heel veel draagvlak is om je vrijheid, individuele vrijheid deels op te geven voor de gezondheid van het collectief. En niet eerder was dat altijd heel lastig om draagvlak te krijgen voor preventie. Omdat mensen hun vrijheid niet willen opgeven. Daar zijn we in Nederland heel erg aan gehecht. En dat die normen en waarden die verschuiven nu echt. En het, we vinden het interessant om te kijken naar hoe kun je dat nou vasthouden, dat gezamenlijke gevoel. En die neus in dezelfde richting, zeg maar. Dat op dit moment is het duidelijk dat iedereen belang bij heeft dat er een gezonde leefomgeving is. En volgens mij is het belangrijk om dat moment te pakken. Dankjewel. Carine, jij wil daarop reageren, begrijp ik? Carine van het Land. Ook jij, zou je de mute uit willen zetten? Dank je. Excuus. En wat ik zou willen aangeven is dat inderdaad, ja, de basis is een gezonde leefomgeving. Maar zoals Lisbeth ook al zei, is overgewicht en obesitas is zo wijdverbreid in onze samenleving. Dat ik ook heel graag aandacht zou willen vragen voor digitale manieren om daarmee aan de slag te gaan. Er zijn echt mooie digitale opties, evidence-based. Waarmee mensen de autonomie, die Eva zo net benoemde, heel goed kunnen behouden. Het zit in je telefoon, je kunt er zelf mee aan de slag. En waarbij je dan toch die paar kilo's of die paar centimeter buikomvang heel mooi zou kunnen kwijtraken. En ik denk dat dat ook belangrijk is om ons te realiseren dat de GLI is geweldig, leefstijlcoaches, artsen, leefstijlpolies. Maar het zijn wel heel intensieve optossingen. En we kunnen gewoon niet verwachten dat, ja, dat we in Nederland de ene helft van de bevolking de andere helft gaat coachen. Dus dat we ook breed kijken en de online opties waar iedereen nu zo prettig aan gewend raakt, dat we die ook maximaal in gaan zetten. Ja, dus dat is inderdaad een goede kanttekening. En het is misschien ook wel fijn, hè, met nog, laten we zeggen, 8 minuten op de klok, om even die laatste 8 minuten te gebruiken om ook de spanning een beetje op te zoeken. Want over veel, dat hoor ik wel, zijn we het wel eens. Dat is natuurlijk fijn om te horen. Maar er waren ook wel wat spanningsvelden. En misschien dat een aantal van de journalisten aanwezig zijn ook daar nog een vraag over willen stellen. Maar laten we eens beginnen met het verschil van inzicht wat we hebben geconstateerd tussen Lisbeth en Hanneke over die poli. Ik ben toch een beetje benieuwd. Jullie zitten daar toch kennelijk anders in. Hanneke, jij gaf aan van, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. En Lisbeth, ik weet niet of jij al de ruimte voldoende hebt gehad om toch nog eens een keer te overtuigen waarom dit tot echt nodig is. Ja, ik denk dat we het helemaal niet oneens zijn met elkaar. Ik denk dat het in elkaars verlengde zit. Ik denk dat je moet en hebben dat op een gegeven moment elke arts het als onderdeel van, hè, je hebt reuma en daar heb je pillen voor en je hebt mijn leefstijl en voor allerlei ziekten, dat je het gewoon als onderdeel van de behandeling neemt. Dus dat is één ding. Maar dan heb je meer onderwijs nodig voor artsen en weten hoe dat moet. Dus dat iets wat, daar wordt ook aan gewerkt nu via een subsidie van het ministerie van VWS, dat daar artsen meer in opgeleid worden. En tegelijkertijd zie je nu van oké, als ze het dan belangrijk vinden en dat weten, dan hebben we nu bijvoorbeeld die leefstijlpoli is nu al een hele goede eerste aanzet, zodat mensen even makkelijk als een receptje voor een medicijn, even makkelijk een receptje leefstijlpoli doen, dat daar het heft in handen wordt genomen. Vind ik even gekeken van wat houdt het allemaal tegen dat je tot een gezonde leefstijl komt. Ook de schuldhulpverlening, ook het sociaal domein, medische factoren en toegeleid worden naar ofwel in het ziekenhuis bij de hele complexe obese die heel erg ziek zijn en soms in huis een GLI moeten hebben. Maar de meeste kunnen gelukkig uit huis, ben ik ook helemaal mee eens van wat de anderen zeiden, dat je gewoon ook liefst in je eigen omgeving daar dan een GLI kan hebben. Bovendien denk ik dat het belangrijkste om te noemen, er is een verschil tussen overgewicht en obesitas. En je ziet een paar puntjes te veel kunnen mensen of zelf nog wat aan doen met gezonde leefstijl, eventueel met digitale ondersteuning. Bij sommige vormen van maar is er echt obesitas, heb je vaak intensievere begeleiding nodig. Zelfs dan weten we, daar hebben we zelf ook onderzoek naar gedaan, is blended care mogelijk. Dus een e-health programma met een aantal live workshops. Dus dat zijn ook mogelijkheden. Maar de gradatie van zwaarte is zeker niet, hè, de GLI is ook niet voor de helft van Nederland. 3,5 tot 5 miljoen mensen komen in aanmerking. Maar zeker niet iedereen heeft een zware variant nodig daarin. Daar heb je ook gradaties in. Dus ik denk wel dat we niet moeten vergeten dat soms mensen echt aanvullende therapieën nodig hebben, zoals bariatrie en farmacotherapie. Maar dat er een heel goed groep zit waar met een paar pondjes te veel, voilà, kan je zelf heel veel doen. Heel veel pondjes te veel, ja, dan moet je soms echt professionele begeleiding hebben. Dus er zitten gradaties in. En ik denk in al die elementen is leefstijl een cruciaal element. En tot slot wil ik nog even opmerken dat ik ook van harte ondersteun wat Martijn zegt. Dat we focussen heel erg nu op VWS. En Luc heeft ook waardevolle ideeën daarover. Maar we zien inderdaad dat sociale zaken, economische zaken, financiën, OCW, we zouden allemaal mee moeten doen. Willen we en onderwijs op scholen beter krijgen? Willen we vet- of suikertaxes gaan doen? Willen we
omgeving, we hebben infrastructuur nodig. Het is zoveel verder dan alleen VWS. Dat is echt een ondersteunde oproep van Martijn Heen ook enorm. Overtuigd, Hanneke, nu? Ik kan ook knikken. Oh, beeld blijft ja, even. Nou, oh. Ik wil nog één aanvulling maken, want Lisbeth en ik zijn het niet zo gauw oneens. Dus dat komt goed uit. Maar ik had het gisteren nog met iemand over hoe de bal bij het stoppen met roken pas echt ging rollen toen alle dokters ervan overtuigd waren dat dat heel nuttig was. Voor zowel ziek worden als behandeling. En ik denk dat ik daarom dat punt maakte. We kunnen wel polies maken, maar als je niet serieus doorverwijst, hè, dan wie komt er dan? En ik denk dat we ook met stoppen met roken en de accijns op roken. Hè, we zijn dat in allerlei sectoren gaan toepassen. Roken op je werk is ook niet meer normaal. Hè, omdat we er zo van overtuigd zijn dat het bijdraagt, roken bijdraagt aan ziekte en stoppen zo belangrijk is. En daarom maken wij ons altijd zo druk om dat concept leefstijlgeneeskunde. We denken echt dat ook alle dokters ervan overtuigd moeten zijn, ja, hoe dat nou zeg maar biologisch mechanistisch zit. Wat dan de waarde is om vervolgens die stap vooral naar buiten te maken en naar andere sectoren. Maar voor patiënten die ziek zijn en behandeld worden, is een dokter als een instituut. En dat moet een betrouwbaar iemand zijn met wie je goed een besluit kan nemen over wat voor jou belangrijk is. En ik denk dat we daarom iedere keer daar ook op zitten. En dat iedere dokter daar echt iets mee zou moeten in Nederland. Niet dus de uitvoering, maar wel in de kennis, opleiding, advisering. Ja, ik zie een hand omhoog gaan. Maar je kan ook op het handje klikken. Hè? Neem het woord vooral. Zet de microfoon aan. Ja, dat handje doet het bij mij op een of andere manier niet. Nee, Hanneke vanuit Lifestyle for Health en natuurlijk Lisbeth kennen wij ook uitgebreid vanuit arts en leefstijl. En ik denk wat Hanneke, die slaat spijker precies op zijn kop. Het doet dat als de dokter het zegt. En dan kan je van alles, kan je er wat van vinden. En ik denk, Manon, je was redelijk bescheiden over van nou, Arnhem is niet zo bijzonder. Ik denk dat Arnhem heel bijzonder is. Omdat daar ook, dat je ziet dat ook de zorgprofessionals, de gemeente, alles is op elkaar aangesloten. En ja, vanuit arts en leefstijl kan ik alleen maar zeggen, goh, we hebben inmiddels bijna 1800 leden. Maar dat zijn er, een deel is daar dokter van, maar ook fysiotherapeuten, leefstijlcoaches. Heb jij een idee waarbij je denkt, goh, dit kan nog bij veel meer dokters en ik zou die daar echt graag bij willen ondersteunen. Ik weet een manier. Mail mij dan alsjeblieft gewoon via arts en leefstijl. Want wij willen nog veel meer dokters ook hiermee bereiken. Want ja, het is natuurlijk echt. Ja, we hebben meer dan de helft van wat wij elke dag op onze spreker zien, is leefstijl gerelateerd. Ja. En in 9 jaar tijd hebben wij 2 middagen aan onderwijs, als huisarts in ieder geval. Ja. Ja. Dus heb je ideeën, mail alsjeblieft. Heldere oproep. Eerst het handje van Frank van Wijk en daarna Lisbeth. Ben ik verstaanbaar? Ja. Oké. Ja, ik hoor toch vooral een medisch gerichte aanpak. Ik mis dingen als armoede, onderwijs, slechte gezondheidsvaardigheden, peer pressure op scholen om mee te roken, om die meegebrachte boterhammen weg te gooien en mee te gaan naar de snackbar. Het is allemaal tamelijk medisch gericht. Ik hoor wel, ja, we moeten breder kijken dan VBS, maar waar is de invulling? Lisbeth en dan Luc. Ja, ik denk helemaal met je eens, Frank. Het is en-en. We focussen nu inderdaad, er is medisch, maar tegelijk, het is en-en. Ik denk die hele infrastructuur, en daar hebben we gewoon echt harde maatregelen voor nodig. Gewoon verbod dat je niet die fastfoodketen mag openen tegenover die middelbare school die net benoemd is als gezonde school in het preventieakkoord. Letterlijk dat soort harde maatregelen zullen we moeten hebben, willen we het realiseren. Wat ook, en dat sociaal domein vind ik heel belangrijk ook dat je dat noemt. En dat is eigenlijk een aanvulling op wat ik hoor ook in Arnhem. En het is misschien goed om te weten dat dit ontwikkeld wordt. Op dit moment, er is ook uit opdracht van VWS, wordt de ketenaanpak overgewicht ontwikkeld. Op dit moment als koploper gemeente Rotterdam. Daar worden de nulde tot en met derde lijn allemaal op elkaar aangesloten. Dus vanuit ziekenhuis, vanuit huisartsen, maar ook vanuit het gemeentelijk domein worden mensen toegeleid naar wat we noemen een centrale zorgcoördinator. Die kijkt gewoon, wat is er aan de hand? Waarom heeft die persoon overgewicht? Maar ook, die kunnen dus ook uit sociaal domein worden toegeleid. Als iemand volop in de schulden zit, ja, je kan met je glie aankomen, maar iemand staat er helemaal nog niet open voor. Dus soms moeten die randvoorwaarden allemaal, of laaggeletterdheid of iets, moet iemand met dat soort dingen geholpen worden om tot een gezonde leefstijl te komen. En dat is denk ik een kracht daarvan. En we zijn nu allemaal varianten in proefwijken aan het testen in Rotterdam. En dus ja, soms, als de dokter het zegt bij de huisarts of bij de internist, zegt van nou, we kunnen wel blijven behandelen met medicijnen, maar nu is een goed moment om ook met leefstijl aan te pakken. Dan hoeft die alleen maar even verwijzing naar de CZC te doen, de centrale zorgcoördinator.
Maar dat kan dus ook vanuit sociaal domein. Iemand zit helemaal in de put en in de schulden, maar heeft ook last van obesitas en is daardoor ook niet meer aan, komt niet meer aan het werk en alles zit dwars. Die kan ook naar de centrale zorgcoördinator en geholpen worden met en sociaal en medische zaken. En dat wordt allemaal in kaart gebracht. Wat is er nodig? En dan toeleiden tot wat er nodig is. En dat kan een GLI zijn, maar het kan ook met een buurtsportcoach zijn. Het kan van alles zijn, gewoon wat er nodig is. Dus veel meer op maat, maar door alle lijnen van gezondheidszorg tot sociaal domein en die connectie maken. Want dat is een massaal probleem, dat die domeinen echt totaal los van elkaar schakelen op dit moment. Uiteindelijk gaat dit model ook door naar volgend jaar naar 7 andere gemeenten, is de bedoeling dat het langzaam wordt uitgerold. Want per gemeente zal dat soms ook inhoudelijk verschillen. En als ik zo hoor, dat is Arnhem ook een gemeente die daar heel mooi voor in aanmerking zou kunnen komen. Luc, nog een korte reactie daarop? Ik zag jouw handje. Ja, klopt. Inderdaad, een korte reactie. Ik kan me heel goed vinden in de dingen die de mensen daarnet zeiden. Ik zou er alleen aan willen toevoegen dat waar het gaat om het verbreden en integraal maken van provinciebeleid, we ook gewoon nog kennis te ontwikkelen hebben. En binnen VWS is onder andere overigens met Joas en nog een heleboel andere mensen uit het beleid, de wetenschap en de praktijk, wordt er nu de laatste hand gelegd aan een kennisagenda over provincie, die inkleuring moet bieden aan de kennisprogrammering van VWS. En daarin wordt eigenlijk geconcludeerd dat we best wel veel weten over het wat van provincie, maar nog niet zo heel veel over het hoe. En dan gaat het met name over hoe schaal je nou dingen op. Dus hoe ga je nou ervoor zorgen dat die GLI ook echt overal wordt uitgevoerd. Op een goede manier. Dus ook de implementatiekennis daarvan, daar moeten we nog een stap in zetten. Er wordt ook gezegd, we moeten beter begrijpen wat integraal provinciebeleid inhoudt. Hoe je het uitvoert en ook hoe je het monitort en evalueert. Dat weten we nog niet goed genoeg. En als laatste wordt er ook geconcludeerd dat we meer toe moeten naar co-creatie met de doelgroep. Dat is ook zoiets wat iedereen benoemt en dat is ook heel belangrijk. Maar hoe doe je dat nou? Daar weten we gewoon niet zo heel veel van. En dat is wel op zich vind ik heel mooi aan die kennisagenda die nu bijna af is. Omdat dat daar allemaal samenkomt en we daarmee ook een soort agenda bieden voor de kennisinstellingen die daar iets mee gaan moeten de komende jaren. Dankjewel Luc. En ook goede vraag Frank. En misschien ook goed om te melden dat dat is ook een van de redenen waarom wij ook het steeds hebben over leefkracht. Hè? Een holistischere visie op wat gezondheid is. En niet alleen de medische kant daarvan. Schuldhulpverlening is daar ook een onderdeel van. Dus ik herken dat gelukkig bij ons hier binnen de muren ook. Lieve aanwezigen, er zijn nog zoveel andere dingen om te behandelen, maar we zijn al wel door onze tijd heen. Wat ik jullie wil vragen om te doen is om vooral even in de chat nog even door te gaan. Een aantal ongestelde vragen. Schrijf die ook vooral op in de chat. Doe dat, dan kunnen we daar nog even op verder gaan. Laat in de chat ook even weten hoe je dit ervaren hebt. Wij zorgen er natuurlijk voor een mooie afhechting. Hè. Die opnames die gaan we nog uitwerken. We houden jullie daarvan op de hoogte. En als er dus nog openstaande vragen zijn, dan hopen we die ook samen met de aanwezigen te kunnen behandelen. En ik hoop jullie toch zeker weer een volgende keer terug te zien. Wij gaan ongeveer eens in de 2 maanden dit soort sessies houden. Steeds rond een ander topic, rondom dus die leefkracht. Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid en deelname. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien.